Telesuur werkt aan het veiligstellen van de digitale toekomst in Suriname. Als leidende telecommunicatiepartner in ons land tracht zij dit te doen door het bieden van meer digitale diensten, evenals het aanpassen van haar eigen werkprocedures. Het uiteindelijke doel is om Telesuur te transformeren van klassieke telecom operator naar digitale communicatie service partner. Dit zei Telesuurs directeur Mike Antonius gisteren tijdens de huldiging van de jubilarissen en gepensioneerde in de jaarrede toespraak over het jaar 2023. Om die reden zijn wij dus erg gefocust op projecten uitvoeren waarbij ook onze klanten steeds meer digitaal zaken met ons gaan doen. In dat kader zorgen wij er ook voor dat we stappen ondernemen om steeds meer efficiëntie door te voeren. Efficiëntie doorvoeren is een onderdeel van het heel digitaliseringstraject. Een van de zaken die we daarbij als doel hebben gesteld is dat wij als Telesuur paperless gaan. Hetgeen dus met name zal betekenen dat klanten in de komende periode geen kwitanties meer gaan ontvangen, papieren kwitanties, maar elektronisch zullen zij hun kwitanties ontvangen. Facturen hebben we al een tijdje op papier afgebouwd. Je kunt ze elektronisch ontvangen. En zo zullen we steeds meer stappen in deze richting zetten om ervoor zorg te dragen dat we onze klanten, onze Telesuur-medewerkers en andere stakeholders meenemen, omarmen en meenemen in deze nieuwe fase van de digitale ontwikkelingen. De Telesuur-directeur ging verder in op de maatregelen die het bedrijf treft voor het bereiken van haar gestelde doelen, zoals die ook overeind staan met de Roadmap 2025. Met de evaluatie van de verschillende projecten, uitgevoerd in het afgelopen jaar, kan een vooruitzicht worden gestippeld voor 2024. In dit haast afgelopen jaar hebben wij ook erg veel aandacht geschonken aan steeds evalueren waarmee we bezig zijn. Wat we van tevoren gezegd hebben, hoe loopt het met de realisatie ervan, welke resultaten hebben we bereikt, om steeds meer sturing te geven aan de aspecten die zitten in de Roadmap 2025 en punten die gerelateerd zijn aan de transformatie van Telesuur van een klassieke telecom operator naar een digital communication service partner. We hebben de quarterly business reviews gehad, waarbij we steeds evalueerden als we op de goede weg zijn en in de gevallen van niet konden bijstellen om er naartoe te werken dat wij met name de resultaten die we willen bereiken tegen het eind van dit jaar en vervolgens doorlopen tot aan 2025, dat we daar heel duidelijk op de bal spelen. Het bedrijf tracht met man en macht in het komend jaar een inhaalslag te maken waar eventuele steken zijn gevallen.